Mijn beste vrienden, waar u zich ook mag bevinden op de wereld. Paramaribo groet u. Wees rustig. Defi rustig. Blijf denken. Segi upi king. En loop niet achter andere mensen aan. Zonder dat je weet waar die mensen naartoe gaan. Maak je eigen voetstappen. Nee, je hoeft niet het wiel uit te vinden. Maar laat het draaien. Je moet alleen zorgen dat je doet wat ze in Suriname niet doen. Het wiel is er. En wat wij zouden moeten doen in Suriname is gewoon het wiel laten draaien. In plaats daarvan vinden we allerlei nieuwe wielen uit, maar geen van ze draait en gaat vooruit, want ze zijn niet rond. Een wiel, beste vrienden, is rond. Mooi. Als wij rust willen hebben, zouden willen hebben, doe dan de radio uit, de televisie uit, mobieltje helemaal uit, internet uit, alles uit. Dan weet niemand wat er gebeurt. Maar, lieve mensen, als je niet weet wat er gebeurt, betekent het niet dat het gebeurt. Het gebeurt toch? Natuurlijk. Alleen jij weet het niet. En als er hele families zijn die het niet weten, dan weten wij het niet. En als er hele dorpen zijn die niet weten, dan weten zij niet. Beste vrienden, het is lastig gesteld met ons nog. Met mensen over het algemeen. Met mensen in Suriname in het bijzonder. En met onze Afro-Suriname. Top bijzonder. Beste vrienden, wij zijn bezig te rennen achter politiek en politici. En we weten helemaal niks van wat er eigenlijk gebeurt. Er is een klein deel van Suriname hoger opgeleid. En de rest die wandelt achter de herders aan. De herders, dat zijn de leiders. En tegelijk heb ik u gezegd, al honderden keren, Suriname heeft geen leiders. Echte leider, nog dit toch? Want een leider, die moet in elk geval ervoor zorgen dat hij volgers heeft die na hem het leiderschap kunnen overnemen. Waar zijn ze? Kijk goed in de partijen. Het raakt op. Het is op. Waar we rijk in zijn, is de koningen in het land der blinden. De eenoogige koningen in het land der blinden, want daar hoef je niks te doen. Hij heeft altijd gelijk. Beste vrienden, er is veel meer aan de hand dan men u wil laten geloven. Er is veel meer aan de hand dat men u wil laten zien. Daarom is transparantie een toverwoord voor Suriname. Transparantie. Maar sommige mensen hebben het ooit verkeerd toegepast met een transparante broek waar je doorheen kon kijken. Een transparante jurk waar er graag naar gekeken werd. Maar anders dan dat we takken transparantie van de documenten. Transparantie van de afspraken die er gemaakt zijn met het buitenland. Waardoor wij in het binnenland, in Suriname, hier in Suriname, weten wat er gebeurt. En wij weten het niet, want we moeten bedelen om informatie. En wie bedelt dan voor ons, dat doet het DNA, die ook niet weet wat ze eigenlijk moeten doen wanneer ze die informatie niet krijgen. Wat moet je dan doen? Bedelen? Nee, man. Je moet het opeisen. Want je weet niet dat
daarna staat hoger aangeschreven dan de president. De president wordt in daarna benoemd, evenals de vicepresident, evenals de voorzitter van het parlement. En dat wil zeggen dat daarna de president ook kan afzetten. Dus iedereen, die regering, is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. En als die regering weigert, dan kan de Nationale Assemblée op hun poten gaan staan en ze zeggen van, hey, Jerena, kom hier zo met die informatie. Zet het hier, laten we lezen en laten we zien. En op dit ogenblik en alle hele tijd natuurlijk, is het zo dat die president, die doet alsof hij God is. En de DNA heeft helemaal niks in te brengen. En nu zijn die jongens en die meisjes daar natuurlijk niet zo helemaal bij de pinken dat ze met het werkboek in de hand aan de slag willen gaan. En ze worden natuurlijk ook belemmerd, daar moeten we eerlijk in zijn. Ze worden belemmerd door partijpolitiek, want wie gaat nou zijn president naar huis sturen? Maar dat is de fout. Het is niet jouw president. Het is de president van Suriname. En als de president niet volgens het boekje, de grondwet, functioneert, dan heb jij de kracht en de macht om die president weg te sturen. Want jij hebt hem gekozen. Het is lastig, het lijkt lastig, want waar zou jij die 34 zetels, 2/3 meerderheid, halen om die president naar huis te sturen? Beste vrienden, op dit ogenblik is het zo dat na vele klappen en schoppen en dreunen, de ABOP volgens informatie op dit ogenblik een bedeltour is begonnen om samen met de NDP de poging te wagen om president Santokki naar huis te sturen. Hè? Maar dan, hoe zit het met de VP, beste vrienden, wij denken dat als ze het voor elkaar krijgen, dat die regering gaat vallen. Maar dat zeg ik u al een tijdje. En elke keer als ik het gezegd heb, begint er iets verschrikkelijks te woeringen in die regering. Niet omdat ik het gezegd heb, maar omdat ik zie dat het ringt. Ik zeg het en het wordt nog een beetje verder opengetrokken en de sorrelij gevaarlijk. Het is een vervelend, lastig ding. De manier van ook. Ze gaan verder. Daar staat het weer op een punt van bossen. De man bossen vanaf het podium. Man, En dan wordt het weer glad gestreken. Even goede vrienden, u kent dat, hè? Niks aan de hand. Niks aan de hand. Er is wel degelijk iets aan de hand. Want je kan horen, en als je de mogelijkheid hebt om te zien, dan kan je ook zien aan de zenuwen en de spanning op de gezichten van al die jongens die vanuit het parlement praten. Iedereen is onzeker. Niemand is eens met de president. Maar om nou de president eruit te gooien, jongen, allemaal vrienden, wat gaat er gebeuren? En u hebt gelijk, want op het moment waarop jij de president naar huis stuurt, dat kan. Dan moet je daarvoor ook al bedacht hebben wat je gaat doen. Wat ga je doen? Hoe ga je dat ding regelen? Beste vrienden, dit ding is interessant. We gaan straks bij u terugkomen met die vraag. Hé? Zat ook u weg? Wat dan? Parramarimo groet u. Dat u rustig heren. Ik denk dat u rustig blijft denken.
Likpo takikba, maak je eigen voetstappen, maar je hoeft het wiel niet uit te vinden. Wat je moet doen is het wiel laten draaien. Paramaribo groet u en Suriname unite, want oprecht, het is de enige manier voor Suriname.